Pech vandaag voor Kenneth Vermeer van Feyenoord. De doelman raakte op de training geblesseerd aan zijn hand en is 2 maanden uitgeschakeld. En daardoor zal Brett Jones de competitie gaan beginnen als eerste doelman. Trainer Giovanni van Bronckhorst zou deze week een keuze maken tussen Jones en Vermeer wie eerste doelman zou worden. Vorig jaar raakte Vermeer tijdens de voorbereiding ook al langdurig geblesseerd. Een Achillespeesblessure hield hem toen een half jaar aan de kant. Positief nieuws was vanochtend wel dat Steven Berghuis weer voor het eerst meetrainde. De aanvaller werd maandag voor 4 jaar overgenomen van Watford en kan komende zaterdag al voor Feyenoord in actie komen in de strijd om de Johan Cruijffschaal tegen Vitesse. Alleen rechtsback Bart Nieuwkoop ontbrak op het trainingsveld en de al langer geblesseerde Sven van Beek trainde apart.